Is moi ce marin douce, compagnon? Parle-toi, canaille. Aflevering 110 van Team Talk van woensdag 19 februari 2020. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. Deze week in Team Talk. Ja. Ja. we gaan we het hebben over. Afscheid van de Steenbok. Uh, gaat de Steenbok echt weg? Oh, ja. De naam uh, Steenbok Het oh. gaat waarschijnlijk wel verdwijnen. Ik wil het hebben over stroomstoringen. Ja, en, en ik wil het hebben over Aardbeiland. Oh Ja, ja we en gaan het hebben over Aardbeiland. Attractiepark Rotterdam, komt nog even voorbij. Ik zie nog iets met een gebakkraam. En. Ja. Uh, jij zat in een andere podcast. Wil ik ook nog even, even de oren overwassen. En. Ja. Ik was bij een andere podcast. Ja, nou. wat, een, wat een aflevering. Wordt het nu al? Nu al leuk. Maar eerst, Maurice, de vraag de vragen. De vraag die ertoe doet. Wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland? Nou, het is er al even over gegaan in details. De Disney podcast uh, van Michiel Weemstra, Joran Jokker en Ralf Verhoef. Maar ik kon het toch even niet laten om het er ook even over te hebben. Ja. De prijsverhogingen in de Disney-wereld. Ja. Um, uh, hoe, hoe gaat het met Disney? Want uh, er zijn twee parken, er zijn twee resorts van de zes wereldwijd. Zijn, twee zijn dicht. Dus naast een hoop rellen en gedoe is er nu dat coronavirus, waardoor Hongkong en Shanghai al, volgens mij, meer dan een maand dicht zijn. Nee, nog geen maand, maar wel lang. Maar wel ja, al ja, ja. lang. Ja. En uh, maar goed, aan de andere kant van, van de wereld moet er ook geld verdiend worden. Uh, ik weet niet of dat er heel veel mee te maken heeft, maar uh, gaat het lekker nu met het bedrijf of, of niet? Volgens mij wel ja toch wel? Nou, als je kijkt nu naar bijvoorbeeld uh, februari, februari was traditioneel altijd een wat langzamere maand uh -huh. uh, in Walt Disney World, wat minder druk op Presidents Day na, uh -huh. uh, wat nu dan in februari valt, maar ik moet zeggen, uh, het is ongekend druk hoor in uh, in Walt Disney World in deze periode. Oh, Oké, okay. nee, dat, dat is goed, daar ben ik blij mee. Dus je, je kunt het verwachten, hè. elk jaar verhoogt Disney in alle parken wereldwijd de prijzen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld wat me opvalt, in Disneyland had je altijd drie uh, tiers. Dus eigenlijk drie momenten in het jaar, dan rustig, mm -hmm. gezellige bedrijvigheid, zoals de zou zeggen, ja. en druk. Maar nu hebben ze daar vijf verschillende tiers van gemaakt. En uh, als je nu dus bijvoorbeeld één dag, op de, op de duurste dag van, het, uh, uh, van, van die tiers, ja. een hopperpas wil... Nou, laten we, laten we gewoon eerst even een normale dag. Gewoon naar één van de twee parken. Dus of naar Disney California Adventure, of naar het originele Disneyland in Anaheim. Dan betaal je voor uh, één park één dag, op de duurste dag. Raad eens. Eén dag één park, Disneyland Resort California. Ja. 130 dollar. 154 dollar. <laughs> voor één dag voor één park. Als je voor één dag een hopper wilt, dus allebei de parken op één dag, betaal je ja. 209 dollar. Ja, dat heb ik ooit gedaan. En ik heb dat in 2016, 15 gedaan. Mm -hmm. Eén dag Disneyland, allebei yeah. de parken. Yeah. Toen was het 155, weet ik nog. Heel goed. Dus in vier jaar tijd is het, is het gewoon nog even 50 dollar erop geplust. Ja, hoppatee. Ja. ja als je, en natuurlijk, als je meerdere dagen wil, dan betaal je per dag wat minder. Dus als je een hopperticket wil voor twee dagen, betaal je uh, 290 dollar. Voor drie dagen 365, mm -hmm. vier dagen 395 en vijf dagen 415. En eigenlijk zijn alle prijzen omhoog gegaan. En wat ik echt een heel heftige stijging vind, wat ook logisch is, dat is de uh, Premier Pass. En dat is een pas waarmee je naar alle Disney-parken in Amerika kunt. Dus zowel de twee parken aan de linkerkant van Amerika als de vier parken aan de rechterkant van Amerika. Ja. En, en die, die kost. Dat is de allerduurste pas. Ja. Uh, ja. Die kost nu 2199 euro. Ja, volgens mij zijn er niet heel veel mensen die dat ding hebben. Uh, nee, ik zou hem wel willen hebben trouwens. Lijkt me tof. <laughs> ik heb er wel zo over nagedacht. Ja, ik vind het heftig hoor. Ja, dat is echt heel veel geld. goed, ja, het, schandalig. De, nou ja, <laughs> nou, maar nou zeg je wat. Is het schandalig? Nou kijk, het is, het, het is nou eenmaal zo. Ze dat kunnen het vragen. Ze kunnen het vragen. En, um, kijk, als de Albert Heijn 600 euro vraagt voor een, voor een broodje gezond. Dan koop je dat broodje gezond niet. Maar er is niemand die jou dwingt om dat broodje gezond te kopen. Nee. Dat is altijd het argument. Hè? Er is niemand die je dwingt om er naartoe te gaan. En een pretpark is geen grondrecht. Het is gewoon heel druk op dit moment in de resorts. Dat, is, dat valt op dat sinds de opening van Rise of the Resistance het echt significant drukker is. Ja, maar net voor de opening van Star Wars Land zijn de prijzen ook al flink allemaal gegooid. Dat klopt. Uh, maar blijkbaar kan dit niet vragen. Ik denk overigens niet dat deze prijsverhogingen een directe reactie zijn op het coronavirus. Okay. omdat uh, dat coronavirus dat kwam pas op ergens half januari, eind januari. Ja, eind januari, december werd het voor het eerst gemeld, inderdaad. En ja, uh, ik kan me dat niet voorstellen. Want uh, je moet je voorstellen dat uh, Disney heeft een gebroken boekjaar. Dus zit nu in kwartaal 2 nog. Oké. Okay. Uh, uh, wij zitten allemaal met z'n allen in kwartaal 1. <laughs> zij ja. zitten al in kwartaal 2. Ja. En daar zit dat hele ding nog in. Dus ik kan het is voor zo'n bedrijf. Ik geloof niet dat zij in een week tijd kunnen zeggen: uh, we gaan daar dicht, boom, en de rest van de wereld de prijs omhoog. Dat denk ik. Zo snel lopen die lijntjes volgens mij nou ook weer. Nee, dus dit moet al langer in de pijplijn hebben ja. gezeten, denk ik. Ja. Uh, maar het is hartstikke druk als je kijkt naar de wachttijden. Het gaat als een, als een trein. Dus ja. volgens mij uh, heeft Disney niks te klagen. Ze kunnen het vragen. Ja, dat, dat is het. En ik denk ook dat ze het. En dat vindt misschien niet iedereen leuk om te horen. Maar ik denk dat ze het ook moeten vragen. Als ze dit niet vragen, dan wordt het, nog dan wordt het zo druk. extreem druk. Dan gaat het niet meer. En vergeet niet, in maart, dat is over een paar weken al, dan opent Mickey. Ik vergeet niet de naam van die ride. Mickey and Minnie's Runaway Railway. Dat ding in, uh, in Orlando. In Hollywood Studios. Ik heb zo'n vermoeden dat dat wel eens de druppel kan zijn die mm -hmm. de Emmer doet overlopen in Walt Disney World. Want ik denk een Mickey Mouse-attractie. De allergrootste IP ja. die Disney heeft. Er is nu nog helemaal niet zoveel beurs omheen, eigenlijk. Nee. Toch? Nee, nee, nee. nee Het gaat er af en toe wel om. Maar ik heb zo'n zo onderbuikgevoel dat als dat ding open gaat en het is echt zo'n spectaculaire, unieke ervaring als uh -huh. dat het moet zijn. Dan zou het, dan zou het me niks verbazen als het echt ek, 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 extreem druk wordt deze zomer in Walt Disney World. Ja, in, in Walt Disney World zijn de prijzen overigens ook verhoogd. Want je had net de prijzen van uh, Californië. Maar Orlando, daar zijn ook prijzen verhoogd, toch? Ja, er zijn de abonnementsprijzen. Nieuwe abonnementsprijzen zijn daar bekend geworden. Die zijn ook flink omhoog gegaan. Oh, heb ik toch goed geregeld, want ik heb net, net gekocht. Ja, dat heb je goed, uh, goed Dit gedaan, is ja. les 1, jongens, in beleggen. Is op tijd <laughs> instappen. Zo snel mogelijk doen. <laughs> Weet wanneer je instapt. Ja. Ja. <laughs> ja, het duurste abonnement voor Walt Disney World kost nu 1295 euro per jaar. Heb ja, je toegang heb ik. tot? Die heb jij? Die heb ik, Heb ja. je toegang tot alle vier de themaparken, alle waterparken, de Wide World of Sports... En dus oh nee, nee, ook dit is, dit is ja, sorry. Golf Course. Ja, dit is Platinum Plus. Ja. En ik heb net eentje eronder, dus alles wat je net noemde, behalve het waterparken. Oké. Okay. Oh ja, dan. dan ja, die, ja. Wat je dan hebt, die kost 1195 nu. Ja, Want die waterparken, die upgrade kost 100 dollar per jaar. Maar ja. als je met je abonnement gewoon bij een waterpark komt, betaal je 62 dollar entree iets uit mijn hoofd. Uh -huh. Nou, dat is uh, iets van 58 euro. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik ga niet twee keer naar zo'n waterpark. Dus dan haal ik dat er niet uit. Echt niet? Zonder toch? Ik vind dat wel, als je er toch bent. Maar goed, ik vind de waterpark in Orlando vind ik een onmisbaar element van de vakantie in, uh, in de Walt Disney World. Ja, ik heb daar minder mee. Ja, ja ik vind het heerlijk. Ja. Ja, um, ja. 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 Maar goed, uh, ja, alsmaar stijgende prijzen. Ja, het is me opgevallen dat het uh, nog steeds doorgaat daar. Ja, ja, ja. En wat is jou uh, opgevallen? Maries, uh, DLP Report... Uh, mm -hmm. Een fantastisch Twitter-account. Mocht je dat nog niet volgen, ga dat ja. zeker even checken. een volgtip. Um, het leuke daaraan is, is dat uh, zij uh, ook wel af en toe kritisch zijn op uh, uh -huh. Disneyland Paris. Ja. Disneyland Paris, zeg ik. Disneyland Paris. Maar... Disneyland Paris, zeggen ze zelf <laughs> hè, aan de telefoon. <laughs> ze hadden afgelopen zondag weer uh, wat tweets over een miraculeuze stroomstoring in het park. Oh. Uh, stroom... Het was een paar maanden terug. Ik weet niet zeker of het stroom was, maar in ieder geval, er was weer een probleem. Bijna alle grote attracties lagen stil. Het was niet, zo, het was niet donker in het park, maar Space Mountain deed het niet. Um, Crush Coaster deed het niet. Ratatouille deed het niet. Phantom Manor deed het niet. Star Tours deed het niet. Indiana Jones niet. Pirates deed het niet. En um, dit hebben we nu toch al een paar keer gezien. Ik heb het zelf ja. ooit meegemaakt. Eén keer dat ja. ik in Phantom Manor zat. En dat gewoon een keer... En toen... Nou, ik denk een halve minuut later ging de noodverlichting aan en werden we geëvacueerd. Dat duurde erg lang. Vindt dat nog lang duren, um, een halve minuut was ook, in het donker zitten? toen was ook alles dicht in het park. Dus dan loop je in een ja. Disneylandpark waarin alles dicht is. Nou, we maar hoor je dan nog wel muziek en zo, of ook niet? Dat was toen wel, dus dat is gek. Dus het is iets van een stroomstoring, een storing in een systeem. Ja. Um, wat het waarschijnlijk toen was, was gewoon even een, een stroomdip. Dus even een stroomstoring die heel kort duurt, mm -hmm. alleen... Attracties, die zijn allemaal computergestuurd. En, en hoe kan het nou dat ik nog nooit ergens anders in een pretpark ter wereld... dat heb gehoord, nou, behalve Disneyland Parijs, al vele malen? Nou, dit is precies mijn punt. Dat valt mij dus op. Waarom overkomt dit Disneyland Parijs de hele tijd? Ja, Kijk, je zou anders... bijna denken dat er iets, iets schort aan het onderhoud of zo. Dat zou je toch denken? Is het Frankrijk misschien? Ik uh, ken iemand die in Frankrijk woont. Ja. Um, um, en die heb ik ook wel eens gehoord over dat het qua elektra, maar ook water allemaal niet zo heel best geregeld is daar dat het dat nog wel eens dat ja, de wereldland niet... is. Nou, ja, maar dat het af en toe er gewoon niet is, dat je gewoon s ochtends wakker wordt. Vandaag uh. geen water. Oh, dat dat komt in, in, iemand die in Parijs woont, de stad zelf, dus niet de buiten, maar echt in Parijs zelf, die heeft het daar wel eens over. Hmm. Um, dat verbaast hem ook, maar. Is dat het misschien dat gewoon de, de infrastructuur in Frankrijk zo belabberd is dat dit kan gebeuren? Ja. Maar ik heb het nog nooit gehoord. We, 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 we hebben wel eens een persluchtstoring gehoord, ook in Disneyland Parijs. Ook, ja. Dat hebben we ook in andere parken wel eens meegemaakt. Tuurlijk, een algehele stroomstoring kan voorkomen. Ja. Maar, maar niet, is... niet, niet twee keer binnen een half jaar. Drie keer, vier keer. Drie keer vier. Oh ja. Het is mm -hmm. echt vaak al dat dit voorkomt. Mm. Het, en en, en uh, ik snap dat het overmacht is. De cast members die daar werken op dat moment, die kunnen daar niks aan doen. Ja lijkt me verschrikkelijk als je op dat moment... Het lijkt me zo verschrikkelijk om daar... <laughs> ja, maar je zou greeter zijn bij <laughs> ja. Hyperspace Mountain of zo. En je is staat wegstuurder. Ja, verschrikkelijk. Ja. Um, maar dat valt me wel op um, dat het Disneyland Prijs zo vaak voor overkomt. Ja. Ik weet nog dat, dat toen, toen ik dit meemaakte, dit is nou, een jaar of twee geleden geweest, dat de sfeer heel raar was. Dus het hele park liep vol, er liepen overal mensen. Ja. Maar niks, je kon niks... Dus een pretpark waar alle attracties dicht dat zijn, maar, wel, was, maar, maar waar park. het wel helemaal vol was. Ja. Dat is heel gek. Nou, ik heb hier een artikel gevonden van waarom zijn er eigenlijk bijna nooit stroomstoringen in uh, Walt Disney World. En hier staat dat het eigenlijk meer. Walt Disney World is eigenlijk meer gebouwd als een soort industrieel gedeelte dan een, een buurt. Dus um, de infrastructuur is industrieel. Dus er zijn geen uh, kleine dunne uh, stroomlijntjes die uh, in de buurt van bomen hangen. Het is allemaal met meerdere noodsystemen die allemaal op elkaar zijn aangesloten. En zelfs met die lightnings en al die stormen en okanen... zelfs daarmee is wel Disney World redelijk safe. Ja. Terwijl in Disneyland Parijs <laughs> eigenlijk niet echt heel veel spannends gebeurt. Nee. Ik bedoel, de storm zoals we die hier in Nederland hebben gezien... die trekt ook ja, wat ik zeg, die trekt ook door de Efteling. Storm Dennis. Storm Dennis. Die trekt, Dennis ook, storm. Door... <laughs> die, die trekt ook door de Efteling. En ook <clears throat> dan misschien over Disneyland Parijs. En in de Efteling gaan er wel attracties dicht... maar dat is puur ja, wat we vorige keer hebben besproken dus dat het met evacuaties niet verkeerd gaat. Maar attracties die binnen zijn, die blijven gewoon open. Fascinerend, hè? Ja. ja. Bij Disneyland Parijs zo vaak. Misdaad. Je zou bijna denken dat al 30 jaar niks gebeurd is daar. Nee. Waar wel heel veel gebeurt, Maurice, is, ja, ja, is op... op onze social media kanalen. Ja, yes. ik hoop al dat je... Ja, zeker, natuurlijk. natuurlijk. Maurice, waar kunnen we terecht? Twitter.com slash ThemetalkNL. Onze account waarmee wij regelmatig tweets plaatsen. Onze gedachten spuien over pretparken, met mensen in gesprek gaan <laughs> en natuurlijk ook uh, onze nieuwe afleveringen plaatsen. Dat doen we ook op Facebook. Je kunt het ook terugvinden via Instagram, met prachtige foto's van het prepparken, plaatsen we af en toe. En je kunt het ook benaderen via themetalk.nl. Dan kun je een berichtje achterlaten via themetalknl reageren. En we hebben sinds kort ook iets nieuws dat heet petje.af slash themetalk. Ja. En op die website kun je ons een financiële tegemoetkoming. Uh, zenden Waarmee wij deze prachtige podcast in de lucht kunnen houden. Dat kan al vanaf 2 euro. Daar krijg ik wat ja. voor terug. Als je daar 2 euro achterlaat, ja. dan krijg je toegang tot bonuscontent. Er zit mm -hmm. weer wat in de pijpleiding, dames en heren. Ja, 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 maar wat het is, dat houden we nog even geheim. Ja, dus er komt een bonusaflevering aan. Er staat er alleen online. Die kan je dan luisteren. Die gaat over Disneyland Parijs. Ja. Um, hartstikke leuk. Uh, Petje.af slash Theme Talk. En donateurs daar krijgen ook toegang tot onze WhatsApp-groep. En krijgen ook voorrang bij. Evenementen en dat soort zaken. Ja, um, en ook daarin zit wat in de pijplijn. Mm, mm. Daar Ooh. hebben we wat vragen over. Snap je hem? Ah. We hebben een nieuwe petje-afnemers deze week. Jordi Boeien, Sjoerd, Sander Zoer, Robert, Robert Dingemans, Alfred van Ede en Sylvain. Dank u, dank u, dank u. Ik uh, moet zeggen, heren, want ze zijn allemaal heren. Oh, dank voor het doneren. Aha, dat ruimt. Heren, dank voor het doneren. Zo is het. Dank u, dank u. En uh, we spreken elkaar snel natuurlijk. En aan het einde van deze aflevering nog wat vragen die zijn binnengekomen. Ja. Hmm. ja, ja maar ja, ja. eerst Maurice, wil ik met jou naar iets waar ik zo blij van werd deze week. Nou, ja, ja, nou, nou, nou ik ben we helemaal te dansen. Ik ben er heel gelukkig van. Ik vind het namelijk echt, uh, dit, is, dit is een stukje nieuws waarvan ik dacht, dit herstelt mijn vertrouwen in mijn favoriete bedrijf. Jij weet dat mijn favoriete bedrijf de wereld is. Dat is, Walt is World. Ja, de ja, Walt Disney, Disney Company. Company. Ja, je ja. ja, uh, ja. favoriete parken. Resort is Walt Disney World. Zeker. Ja. Nou, er wordt heel vaak geklaagd. He? Ze investeren alleen maar in nieuwe dingen. En oude dingen laten ze verrotten. En blubblubblub. En het is alleen maar gericht <güls> op geld verdienen <sturvis> en commercie. Dat klopt. Maar, wat leuk is. Um, binnenkort is de film Cinderella. Die wordt 70 als ooster. Oh, okay. mm -hmm. En um, mede daarom, maar ook om andere redenen. Uh, wordt het kasteel van Walt Disney World. Opgeknapt. Krijgt een, een beurtje. Krijgt een, een make-over. Mhm. Het kasteel is nu heel erg grijs. Het is echt grijs beton. Ja. Uh, blauwe daken. Uh, en daar wordt nu allerlei. Uh, 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 en wat goud ook. Daar wordt veel meer goud op toegevoegd. Okay. Het wordt Ja, qua kleur. Uh, 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 ja, ja qua, qua kleur wordt het wat. Ja, ik wou zeggen, ro roze, meer roze erin, maar er zit iets, er zit iets meer. Lijkt van... Het lijkt een beetje op het kasteel in Tokyo Disneyland, misschien? Dat is namelijk net zo goed het kasteel van Orlando, ja. maar dan wat meer aangepast op de grijzige luchten die daar wat meer aanwezig zijn. Waardoor ik heb het er wat heb wel kleur, kleur in is gebracht. Dat idee heb ik hier, want ze hebben toen eh, inderdaad, toen het kasteel gebouwd werd in eh, Orlando in 1971, ja, 1970 werd dat gebouwd en 1971 ging het ja, open. Ja. Toen hebben ze heel bewust gekozen voor een heel. Grijs, koel cool kasteel. Ja. Uh, qua kleur. Want in Florida is het bloedverziek het heet in de zomer en ja. dan moet je het uit kunnen houden. Dus het park moest je afkoelen. Dus heel veel lichte kleuren uh, zijn er gebruikt. En uh, dat maakt zeker dit kasteel, als het wat grijs in de lucht is, ja. dan is het echt, dan is het, zeker als het dicht op staat, is het, het wel blok echt beton. beton. Ja. Um, en het lijkt erop dat ze het nu wat meer liefde geven, wat meer. Een, 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 een vlogje kleur. Hmm. Hmm. Ik moet zeggen dat de foto die erbij zit, het ontwerp. Ja, dat, is een beetje, dat voelt een beetje als een Instagram-filter. Ik weet niet uh -huh. of dat nou helemaal in de werkelijkheid ook zo uit gaat zien. Yeah. Maar veel meer uh, uh, gouden afwerking in het kasteel. De blauwe daken worden echt voor het Royal Navy Blue, worden die daken. Mm -hmm. um, en het wordt echt weer, en dat vind ik mooi, het wordt echt weer een, een, een royaal kasteel. Ze hebben toch destijds ook het kasteel van Anaheim helemaal aangepast met de 60ste verjaardag. Zeker, en uh, onlangs is die natuurlijk weer uit een grote refurb gekomen: hè? het kasteel in uh, Anaheim. Ja, en het kasteel in Hongkong, dat is ook helemaal opgeknapt. Het was eerst een soort hondenhok, maar het is nu echt een mega-kasteel. Dat is, was er gewoon een kopie van Anaheim. Ja. Ja. ja, dat vind ik een hondenhok. Parijs, daar uh, vind ik een heel mooi kasteel. Mas, vanaf van alleen dag 1 al heel mooi. Heeft wat onderhoudsachterstand. Uh, ja, geheel in lijn met de rest van het uh, resort in Parijs. Dat is wel echt waren. zo, hè? Dakpannen die er de, de schuif ja, liggen, die is ooit een keer zo'n uh, zo gouden ding naar beneden ja, komen zeilen. Ja, ja. Die is je alweer teruggezet ooit? Of, waarschijnlijk niet. Wat wel leuk is trouwens, moet je moet eens goed kijken ja. uh, naar die torenspitsen. Of je moet gewoon kijken als er een beetje op de grond waait. Er mm -hmm. zitten <laughs> namelijk krullen op, op die torenspitsen. Maar als je heel goed kijkt met een verrekijker of een zoomlens, zie je dat die krullen dat dat slakken zijn. En waar verwijzen slakken naar? Nee, niet naar het bouwtempo in het park, maar naar de <laughs> Escargot, Frankrijk. De Franse Escargot. Ja, dus uh, dat is een leuke knipoog naar de Franse cultuur. Ja. Op het kasteel. De Château de la Belle au Bois dormant. Ja, prachtig. Nou, ja, maar dit is Cinderella's Castle in Walt Disney World Magic Kingdom. En krijgen we ze een over En ik ja. word daar dus. En ja, ik wil dat echt even met je bespreken Ik word daar heel gelukkig van. Ik vind ja. het heel goed. Dit toont, wat mij betreft, aan dat ze echt niet alleen maar geld stoppen in dingen waar ze meteen heel veel geld aan verdienen. Want nee. ze verkoopt geen kaartje meer hierdoor. Ja. Misschien een paar colaatjes meer, wat al die uh, bloggers komen kijken als het open gaat. Maar uh -huh. het is... Het, ja, ik vind het mooi. Ik kan ja. daar heel gelukkig van worden. Ik ben wel benieuwd wat het wat betekent ook voor de projecties van Happily Ever After. Heeft dat gevolgen? Ja, misschien het feit dat, dat het betonnen iets andere kleur krijgt? kleur moeten aanpassen of zo? Wist je trouwens dat dat dan waarschijnlijk gaat worden met zo'n kraan? En dat die kraan, dat die een eigen Twitter-account heeft? Ja, klopt. Ja. Ja. De, 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 hoe heet dat ding ook weer? De, ja, de, de... Castle Crane of zo. Ja. <laughs> Gaat even ja. opzoeken. Even live opzoeken. Die Castle Crane die staat daar altijd in het najaar en in het voorjaar. om de kerstversiering aan, uh, aan de, de, het kasteel te hangen. Ja. En ik moet zeggen, de kerstversiering in Walt Disney World. daar ben ik verdeeld over. De kerstversiering op het kasteel dan. Omdat dat zijn echt. Uh, dat, dat hele ding wordt ingepakt in kerstlampjes. Van ja. die kerstlampnetten. Ja, ze zetten, eigenlijk zetten ze gewoon nieuwe torenspitsen op de torenspitsen. waar de lampjes al in zitten. Ja, maar daar hangen ook van die netten aan. Ja. aan de torens. Ja, hij zegt helemaal helemaal kerstlicht. Ja. Heel dicht op elkaar de lampjes en niet warm kerstverlichting, een soort koude deken. Ja, maar echt van dat een van ja, Frozen kasteel. En het ja. ziet er vanaf, vanaf de Seven Seas Lagoon als je aankomt varen op de ferry, ja. ziet het er prachtig uit, maar het heeft ook toch weer iets Ja, het is ook mijn reisgezelschap in januari, toen hing het er nog na, ja. ja. dat hangt er altijd veel te lang nog na de kerst. <laughs> um, die vonden het niet mooi. Oké. Okay. Maar in Parijs hebben ze ja, misschien ben je dan blij als je hoort dat ze in Parijs afgelopen winter geen knipperende kerstlampjes op het kasteel hebben geïnstalleerd. Nee. Nou. Is dat dan beter, denk je? Of? Mm, nee, ik vind die, die in Parijs vond ik al, wel was subtiel. Er waren echt knipperende lampjes ja. op te dag. Ja, die zijn weg. Overigens, heel tof effect. Uh, en dat, dat is Disney-magie. Kijk, als wij zo'n park zouden hebben... en uh, we hebben een projectieshow, dan moeten de lampjes uit. En dan is de projectieshow afgelopen. Ja. En dan gaat de projector uit, toenk, en dan roep je... Theo! Lampjes mogen aan! <laughs> en dan doet iemand de stekker erin, dan poenk, gaan de lampjes aan. Ja. Dat is bij Disney dus niet nee. zo. Nee... Met Disney is het dus. Dan komt er een, een tinkebellachtige swoosh. Kan je hem er even in plakken zo hier? Dan ja. komt er een tinkebellachtige swoosh. Ja, zoiets. zoiets ja. 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 En dan gaat, volgens mij was het van boven naar beneden, ja. gaat, dan gaat, verdwijnt de, de projection mapping. Ja. En op de lijn dat de projection mapping verdwijnt, gaat ja. de kerstversiering aan. Ja, mooi hè? En dat gaat dan zo helemaal dimmend aan, zo. Dat was een fade in. Fantastisch. Da da dat is ook voor detail. Als je, zo, ja, ja, ja. als je zegt, jongens, we moeten ook wel weer dat, dat verlichting aanzetten. Hoe doen we dat mooi? Hmm. Nou zo. Een paar brainstorm sessies. Ah, wat ja. goed. Ja. En daar heb, heb je een paar weken per jaar maar plezier van. Ja. Alhoewel, kerst begint in... Uh, ja, in, in oktober al. En <laughs> ja. het eindigt in februari. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Je kunt op Twitter slash WDW crane Kun je even verzoeken en dan krijg je ja. dus dat uh, parodie-account ja. van de kraan. Die van zal de komende jaar... wel weer veel staan om deze allemaal weer ja. te doen. Maar ik vind het mooi voor de 50ste de verjaardag klaar. En 2021 natuurlijk, uh, dan is het Magic Kingdom 50 jaar oud. Kan je je dat Ja. voorstellen. Um, en ja, dan willen ze toch dat de parel opgepoetst is. Dus mm -hmm. ook dit kasteel. Nou, dat daar kan ik alleen maar toejuichen. Ja. Deze zomer is het al af. Oké, okay, dan gaan, uh, gaan ze snel aan de slag. Ja, zeker nog. De eerste, ik zag al uh, bij WDWNT. Dat is de nieuwsheid, ja. Zag ik al dat er al in het water omheen al wat stijgers en wat bouwwerkzaamheden te zien zijn. Ja. Dus ze zijn al meteen begonnen. Gewoon bekend maken, doen beginnen. Het is eigenlijk ook raar dat ze dat niet eerder hebben gedaan. Want ook met normaal blauw daglicht mm -hmm. vind ik dit mooier. Dit, wat er nu ja. komt. Er ja, nu ja komt. dat denk ik ook. Uh, maar toch oh. moet ik zeggen dat ik... Uh, voordat ik naar Walt Disney World ging, de allereerste keer, een paar jaar terug... Toen keek ik heel erg uit naar alle parken, behalve Magic Kingdom. Want ik dacht, ja... Ziet er op foto's zo kill uit, allemaal mm -hmm. Het kasteel en main street? Terwijl in, in real life is het echt een heel mooi kasteel. Ja, het is prachtig. En het beeld van Walter voor vind ik het. Ik weet niet of ik Parijs nou per se echt veel mooier vind. Ik vind met Parijs vind ik het toffer. Het uitzicht vanuit main street of zo, ik vind dat echt heel mm -hmm. mooi vanaf Town Square. Dat je op zo, zo naar dat kasteel kijkt, dat heeft natuurlijk. Orlando ook, maar daar is het op een of andere manier minder imposant dan in Parijs. Ik ben maar echt het kijken... kasteel zelf, als je ervoor staat... I don't know. Dat ik, dus vind ik een moeilijke keuze. Ik ben nu aan het kijken in onze WhatsApp-groep... met alle donateurs van Team Talk erin. Ja. En daarin stuurt Kevin een prachtig filmpje... waarin het kasteel van alle kanten wordt getoond. Dus van bovenaf, van links naar rechts. Heel mooi met de zonsondergang erachter. Uh, Parijs dan? Ja, Parijs. Ja, dat ziet er schitterend uit. Ja, ja Parijs. en Parijs is sowieso van binnen mooier. Ja. Ik vind Shanghai-kasteel het mooiste... maar daarna denk ik inderdaad ook wel Parijs, ja. Ja. Maar wat ik in Orlando dan weer heel tof vind. Is als je uh, op Central Plaza linksaf gaat. Die loopt Liberty Square in, dat, die brug. En dan kijk je zo die diepte in dat water in. Ja. En dan heb je echt een prachtige spiegeling van het kasteel zo op het water. Dat heeft Parijs dan weer niet. Parijs nee. heeft die heuvel naartoe, wat hem ja. weer imposanter maakt. Maar ja. Ja. dan staat er wel zo'n zwart geblakerde, afgebrokkelde brug voor. Ja. Ja, het is. Het is. Het is. Het is, het is ja. 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 Anaheim vond ik echt geen zak aan, dat kasteel. Maar ja, goed, dat is wel een. Dat is. Dit is niet geschiedenis, dus, nu dat mag iconisch, mij, dus dat mag niet meer verantwoord worden. Naja, ik, ik heb wel laatst weer ergens een topic voorbij zien komen. Voor mij was het op Reddit van iemand die stelde voor: Wat nou als ze hetzelfde kasteel bouwen, maar dan drie keer zo groot? Um, ja. En, ja. Wat nou als ze er gewoon een heel groot kasteel achter zetten? Dan wat nou als ik gewoon een eigen attractie krijg? Puppet yeah, Vision. Je. <laughs> maar, en, en dan ga ik al mensen Nee, dat gaat nooit gebeuren. Nee, precies. Alleen, ben jij, ben jij zot of zo? Ben jij zot dat jij een nieuw kasteel wil bouwen? In, Disneyland Californië! Ja, jammer hè, dat het zo iconisch is, terwijl het eigenlijk veel mooier kan. Ja, maar dat is met heel veel dingen. Ja. Ben jij ooit bij dat kasteel in Duitsland geweest waar het allemaal op gebaseerd is? Hoe heet het ook alweer? Neuschwanstein. Neuschwanstein, Neuschwanstein ja. Schwanstein, ja. Waar ja. we naartoe liggen. Dat is hetzelfde kasteel waar je met Voletarium ook overheen vliegt. Ja, en met Sorin. Ja. <laughs> Daar heeft Disney ongeveer het idee op gedaan van het kasteel in, uh, in zijn park. Ja. 1,4 miljoen bezoekers per jaar zie ik staan. In het dorp Hoogenswanghau. Aha. in de bergen van de groene regio Algo in Beieren Is hmm. iemand daar ooit geweest en heeft iemand tips? En pretparktips daar in de buurt? Want he, als ik dat dan wil, dat ga bezoeken, wil ik ook nee, wel, wel even een, een achtbaantje ja, mee pakken. Ja. Ja, teamtalknl slash reageren, laten we ja. weten. Ja. Ja. Maries? Ik wil het graag hebben over mijn favoriete park in Nederland. Aardbeienland. Ah, ik dacht even Efteling, maar het is Aardbeienland. Ja, Betel. nee, Efteling is ook leuk, maar... Eh, aardbeienland. Ja, want het gaat bijna weer open het park. En ik heb uh, ik heb me ingeschreven op de website van Aardbe Voor de nieuwsbrief. Ja, we hebben een abonnement, hè? We kunnen het nog ophalen. Maar ja, we kunnen we het ja. afhalen. Die hebben we gekregen van de andere podcast hosts tijdens Team Talk 100. Dus dankjewel nog. of in preppara details en kleine boodschap. Ja, ik ga gewoon heel die mail integraal voorlezen. Ik kan wij het <laughs> Het regent niet meer binnen, zegt Aardbeien oh. We zijn gesloten, maar voor het eerst sinds lange tijd is er geen tijd voor de winterslaap. Onze kabouters hebben het dak eraf gehaald en overal nieuw plastic opgemaakt. Dat is een mooie, mooie sprookjesachtige zin, nieuw plastic. Heerlijk, zo'n plek waar je ook op een regenachtige dag kunt vertoeven. Op de donkere kappen is zwart zeil gekomen, zodat het er nog sfeervoller uitziet. Oké, okay, nu wordt het belangrijk. Het is een vacature voor een vrijwilliger. Um, de eerste eigenaar van het aardbeienland verzamelde zijn hele leven alles waar een aardbei op stond. Iedereen spaarde mee. Opeens was zijn huis te klein en ging hij een museum bouwen. Later verhuisde deze collectie naar het uitdijende park. Maar omdat er een nieuw dak op de kast kwam, staat de hele collectie in dozen. Wie kan ons helpen om al deze spullen te sorteren en een nieuw plekje te geven? We willen alle vitrines bij elkaar zetten, zodat onze gasten alles op hun gemak kunnen bekijken. Iets voor jou? Stuur een mail naar info@aardbeiland.nl. Dus als je vrijwilligerswerk wil doen in de pretpark? stuur even een mailtje naar info@aardbeiland.nl. En we zijn ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met klussen of verven of timmeren en turnieren. Hou jij van gezelligheid? Kom dan een paar uurtjes per week helpen. Deze zomer krijg jij met jouw gezin gratis toegang tot het park. zodat je iedereen trots kunt laten zien wat jij gemaakt hebt. Nou, dat is, dat is toch schattig? Dat is toch geweldig? En dan is er nog één fantastische prijsvraag: mm -hmm. Win een heerlijke lunch. Harry is al druk bezig in onze keuken. Hij is van alles aan het verplaatsen en wil zelfs een muur neerhalen. zodat er meer contact met onze gasten mogelijk is. We zijn op zoek naar een nieuwe naam voor ons terras. Kijk, dat is het belangrijke. Ze zoeken een nieuwe naam voor het terras, zodat het nog duidelijker wordt... dat je lekker kunt koffie drinken zonder entree te betalen. Weet jij een leuke naam? Stuur hem naar Je een, een, een nieuwe naam voor het, 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 het terras. J-E-T-T-Y.aardbeiland.nl het terras. Ja, Verzin jij een naam voor ons terras, dan krijg jij in april... een heerlijke specialiteit van Harry Cadeau voor twee personen. Als een naam meerdere keren wordt ingestuurd... dan krijgt degene die deze naam het eerste insturen deze lunch aangeboden. Aardbeien, pitjes. Dus zoeken een naam voor een terras. Dat, uh, waar je zonder entree te betalen koffie kunt drinken. en lekkere aardbeien-specialiteit kunt eten. Het aardbeiterras. Ja, maar dan moet je iets anders doen. zoals uh, Kom er lekker aardbei. Of, uh, ah! Of ja. uh, hoe heet het? Hoe, 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 hoe Koekje aardbei? Nee. Uh, hoe, oh ja. hoe, hoe heet dat? Hoe heet dat ding? Op, is dat een kroontje op een aardbei? Mm -hmm. Van. van uh, de, Kroon op het werk of zo, of, of... Mm. de vrolijke pitjes. Het <laughs> is, is heel leuk om te luisteren, dit hoe wij een woordgrappen denken ja. om als naam voor een terras. Ik kijk ondertussen even bij de Wikipedia-pagina van aardbei. Ja, uh, want uh, daar staan nog feitjes over aardbei. Dan de, de, de... de moeite waard bij uh, komt uit de rozenfamilie. Mm -hmm. Eetbare vruchten. Botanisch gezien is de aardbei een schijnvrucht. Er zijn meer dan dat... twintig soorten, vele honderden rassen. Even kijken hoor. Ja. Hmm. Hmm. Nou, stuur dus jouw naam naar jetty.aardbeiland.nl. En doe dan even, uh, doe even voor ons, vind ik leuk. Als je dat dan doet, mail dan even erbij dat je het hebt gehoord via TeamTalk. Dan weten ze dan ook. Het meest getilde ras aardbeien in Nederland en België is El Santa. En met een dochter, Sonata. Mm -hmm. Klinkt als namen uit. Uh, uit de. Uh, uit de Efteling of zo, uit Symbolica. Hmm. Enkele rassen zijn ook corona. Wat? oh. Nee, nee. Maar ook de Lambada Eliani en Vimazanta. Lambada. Dat vind ik wel een leuke naam voor een terras. Ja, hm, toch? Een aardbeiterras. Nou, misschien als je het leuk vindt, stuur het in naar jettyaardbeiland.nl. Neem ons even mee in de CC of, uh, of, of niet. Kijk maar. En dat vind ik leuk. Denk een, bedenk een leuke naam voor een terras. Ja. En winnen gratis C lunch. Het vitamine C terras. Oh. Heel goed. Heel goed. De rode stoeltjes. Oh. De en die doen af en toe zo dansen. Nou, ah, ja, ja, hartstikke ja. leuk. Ja. Uh, had je nog meer? Uh, nee, ja, er is ook nog een vakantiebaan. Als je vakantiebaan wil in Aardbeiland... stuur dan ook even een mailtje naar jeti-aardbeiland.nl. Nu we het toch over horeca uh, in pretparken hebben met nieuwe namen... Um, gaat van april tot en met september. Ja, ik wil naar de Efteling. Want de steenbok, Maurice. De steenbok. Ja, het, het, het gaat ons verlaten. Het, 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 misschien wel een van mijn favoriete... Eetgelegenheden in Nederland. Hij is altijd open, hè? in de Efteling. Je kunt altijd friet halen bij het Steenbok. Ja. Smulpa dus wil nog wel eens dicht zijn. Zelfs de Oost wil nog wel eens eerder sluiten. Maar de Steenbok is altijd tot het einde van de dag gewoon open. Ik zie dat die is geopend in 1987. Dus dat is al eventjes. Maar gaat het hele gebouw worden gesloopt? Of hoe? Uh, wat zijn de plannen? Pak uh, de Efteling-blogger eens bij. We pakken de Efteling-blogger. Nee, het hele gebouw wordt niet gesloopt hoor. Alleen het, het wordt gewoon een uh... ongelukken. Oh. Het krijgt een nieuwe naam en ook een uitbreiding van het menu. Dat, dat vond ik vooral een. een, een, een... Oké, okay, dus er gaan geen dingen verdwijnen. Nee. Zal ik het gewoon even voorlezen en dan kunnen ja. we halverwege schieten? Dat vind ik ook het leukste als we dat doen. Ja, nou, ja, horecalocatie ja. De Steenbok. Naast de nieuwe familieachtbaan Max en Moritz. Wordt aangepast en uitgebreid tot een nieuwe horeca-locatie. Vrouw Bartels Oké. Dit voorjaar opent de nieuwe familieachtbaan Max en Moritz. Om het gebied rond de nieuwe attractie aan te laten sluiten bij het thema van de attractie... wordt ook de omgeving rond het Steenbokplein gefaseerd aangepast... met elementen uit het verhaal van Max en Moritz. Opmerkelijk is dat ze in dit stuk het nog wel hebben over Steenbokplein. Okay. Blijft die naam dan wel? Zo wordt de huidige horecalocatie de Steenbok aangepast... en uitgebreid tot een nieuwe horecalocatie. Nou, ik noemde het al vrouw Boltes Koegen... Ook passen we de ondergrondse infrastructuur aan, zodat in de vernieuwde locatie duurzamer gekookt kan worden, want geen gas meer. Nou, dat is op zich wel slim bij een Duits thema. De <laughs> werkzaamheden starten vandaag. Tijdens het onderhoud blijven de Steenbok en de Burger Bakery zoveel mogelijk geopend. Deze zomer kun je bij vrouw Bolteskoegen terecht voor vestgebakken friet, snacks en natuurlijk, daar komt het, diverse kipsnacks. Oh. Diverse kipsnacks. Kip. Het meest volzijdig stukje vlees. Dat is dus uh, het ding, is natuurlijk een, een conceptart bij. Het stelen van de gebraden kip uit de pan van mevrouw Bolte was slechts één van de streken van Max en Moritz. Nou, het hele verhaal staat natuurlijk in het uh, sprookjesboek. Ja. Um, daar verwijzen ze ook naar. Maar dit is, dit is alles wat we nu weten. Uh, geschreven door Sanne van de afdeling marketing. Oké. Okay. Dankjewel, Sanne, voor het uh, schrijven van deze blog. Um, ja, nou ja, op zich uh, wel aardig. En ik vind de naam mevrouw Boltes Koege. Ja, komt uit verhalen. Ja. Ja, het is op zich ook mooi. Dat het ik zou wel een denken een, dat ze dan ook koekjes verkoopt, maar dat is dan niet zo. Wat betekent koegen? Is dat niet keuken? Ja, maar ik kan geen Duits, dus ik zou denken dat het misschien wel koekjes <laughs> betekent. Nee, voorzien, is, het, is, het, is het niet keuken? Ik weet het oprecht niet. Ik ga het nu opzoeken. Ja. Ik heb hier uh, Google Translate: Vrouw Bolters uh, ja, koegen. Koegen. Betekent koegen. Nee, het betekent echt keuken. Ja, en koegen is denk ik koeken. Ja. Dan ga ik nu even checken, klopt dat? Ja, koegen is cake. Oh ja. 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 Dus koege is het. Ja. ja, leuk, prima. En ik vind het ook goed dat ze, dat ze wel echt een themagebiedje er dan van maken. Ik vind het alleen wel verwarrend dat in de tekst we het dan wel hebben over het Steenbokplein. Blijft ja. die naam dan wel? Als verkeerbetoon. Ja. ja, misschien wel. Want dat was toch altijd. Kijk, Anton Pieck heeft ons ook verlaten, maar je hebt het Anton Piekplein ook nog steeds natuurlijk. Ja. Bobslee Vereniging de Steenbok was ja. het. Ja, 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 ja. Die wordt definitief opgeheven, dus begrijp ik. Oh, jee. Dat bord staat nog wel op het plein, of stond, ik weet niet uh -huh. of dat zo is, maar. Met de layout van de oude boppen nog op. En kip snacks. Ik ben benieuwd. Weet Beetje kokkeldoe in de Waldepje Holland. Er is ook kipsnacks, ja. Het werd ja. in onze appgroep al druk gefantaseerd dat ze dan misschien wel echt van die, uh, van die kip aan het spit, weet je, dat is wel lekker hoor. Ah, ja. Misschien wel. Ik, ben, ik heb zo'n vermoeden dat dat gewoon. Uh... Volgens mij zijn die kippen. Dat is ook weer een belangrijk, terugkerend thema in uh, Max en Moritz Dat er overal kippen worden gejat en zo. Dus ja, wat, wat dat betreft. Pas wel in het verhaal. Ja, die ze daarna kunnen opvreten. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ik moet zeggen, Max en Moritz, ik heb, uh, ben al een tijdje mee in Efteling geweest. Dus ik heb het niet, nog niet in, in, in real life gezien. Jij wel onlangs nog? Ja. Hoe ligt het erbij? Zijn ze bijna klaar al? Of? Ja, uh, bouwplaatsen. Maar pas alleen met die harde winter hebben ze de bouwzeilen van de schuttingen gehaald. Waardoor je extra goed het gebouw kon zien. Mm -hmm. uh, ja, de houten schuttingen zijn een beetje raar. En een beetje misplaatst. En een beetje strak. En een beetje Ikea. Dus ik snap niet helemaal hoe dat dan in het thema past. Nee, maar, van... ik zag dat meer karwei ook goed ja maar goed ja. omdat in ieder geval nog een beetje in de efteling stel te krijgen is nog een heel kawaii. alsof Thomas van eigen huis en tuin het geklust heeft weet je zo uh, die ken ik niet maar dat zou zomaar kunnen Nooit het eigen en tuin gekeken uh, nee maar nou, maakt ook niet uit nee nee maar ik denk wel dat het overal een goede beleving gaat worden ja wel ja als ik nu zie hoe ze het uh, bijvoorbeeld je hebt bepaalde muren waar dan ...van die stenen in zijn gekrast, weet je wel. Dat ze gewoon van die oude stenen gebruikt hebben... ...zogenaamd om een gebouw te bouwen. En geveltjes en torentjes. En ja, het heeft af en toe wat kitscherigs en wat kinderlijks. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk om een attractie... ...die voor en door kinderen zelfs gemaakt zou zijn. Het gaat namelijk natuurlijk om een zeepkistrace van Max en Moritz. Ja, ja, ja. En ja, er komt, komt onride muziek en die, uh, die uh, kun je horen in de nieuwe Making of. Ik zal hier een stukje laten horen. Dat vind ik toch wel vrolijk, toch? Ik ben daar niet negatief over. Nee, dat wel, uh, nee ik vond dat, je ziet ja. er echt wel, dat er echt wel over nagedacht is. Ja. Natuurlijk nee, ook vindt, met Robert Jaap, die overal naar voren ja. was geschoven in de making-of. Ja, ja. Ik, ik, ja, ik heb al in de afleveringen al wel wat dingen gezegd. Ik ben niet heel enthousiast, maar die muziek die, die doet het wel, ja. moet ik zeggen. Ja. En ik ga vanaf nu even afwachten. Uh, ik ben benieuwd, de opening ja. staat in mijn agenda genoteerd. Wanneer dan? Want dat is nog niet bekend. Ja, april toch? Ja, oké. Okay. Maar, ja, maar wanneer? Hij weet niet, maar ik wil daar wel naartoe. Ja, dus ja. Efteling, nodig ons uit. Hey. Overigens, ja? over nieuwe horecapunten gesproken in Efteling... Gebakkraam ja, gaat ik, plat. Sorry, ik wilde even gokken. Maar nee, helemaal. Ja, ja. Nee, de gebakkraam die je nu kent, weet je wel. Die oude, die oude vreedkaart die ze van uh, kermis uh, Ude hebben weggereden. <laughs> die verlepte oliebollen. Ja, met dat kapotte zeil met schimmelvlekken. De verlepte oliebollen. Uh, ja, precies. Ja, ja, die wordt een uh, nieuwe oliebollenkraam. Ja, die wordt opnieuw ontworpen door Karel Willem. Of ja, die is opnieuw ontworpen. En die komt deze week naar de Efteling en is waarschijnlijk vanaf eind volgende week open, zegt Efteling.com/nl/blog. <laughs> Ik vind onbetrouwbare een site. Ja, inderdaad. Ja, ja. Heb ik wel eens uh, dingen gelezen. Ik lees uh, die voor loopings. Ja, nee, snap ik, snap ik. Uh, de naam blijft Hollandse gebakkraam met ja. CH, dus Hollandsche -ge gebakkraam. En het assortiment blijft net zo compleet als nu. Je kunt er ook straks nog steeds recht voor ambachtelijk gebakken oliebollen, krentenbollen, appelbeignets en warme wafels met poedersuiker, slagroom en chocolade. Maar ook voor warme en koude dranken en zoete lekkernijen als cupcakes en zuurstokken. Was dat al, die cupcakes en zuurstokken? Ik ren er altijd langs, die kraam, dus ik heb nooit. Echt Volgens mij wel. Ik zie op de foto van de oude situatie zie ik wel suikerspinnen. Oh ja. En ik denk ook wel zuurstokken. Ja. Mag ik trouwens even een, uh, een applaus? Voor dit heeft het theaterrestaurant ermee te maken dan? Nou? Nee, voor dit ontwerp. Ah. Dit, is, dit is nou wat ik bedoel: dit is een, een bakraam. Dus uh, deze Karel Willemme heeft opdracht gekregen ontwerp een gebakkraam. En wat heeft hij gedaan? Een gebakkraam ontworpen. En zo, zo moet het. Dit, is, ja. dit vind ik top. De hier hou ik van. De stijl is goed. Ik vind de kleuren. Ja, zijn het, is wel een, het is wel een frontje. Dus ik ben heel bang dat hier dadelijk gewoon nog steeds zo'n oude vreedkar achter staat. Dat is ongetwijfeld zo. Maar dat maakt niet uit. Het is een ja. mooi frontje. Ja. Het past in de Efteling. Het hoort bij. Het is, het is geen stijlbreuk. Het is niet overdreven schreeuwerig. Maar het, heeft, het past perfect in, die, in waar het staat. Het nee, is maar echt goed, Efteling. Ik, ik zie nu dus die foto van het, de gebakram zoals die er nu bij staat. Wat zie ik daar? Ik zie daar scheefstaande, met poedersuiker bekliedere tafeltjes. Smerige ja, prullenbakken dat links en rechts naast. En een zeil erboven. Nou goed, het zeil wordt misschien nog even aangepast. En, maar ja, niet dat ik nou zeg van, wow, dit is nou de entree van een, een, een miljoenenpark in Nederland, toch? Ja, dat, behoeft ook, dat, dat is ook de Efteling, hè? Ja, maar ik zou zo'n kraampje alleen maar dulden als er links en rechts van een mooi oud geveltjesrijtje te vinden is met Anton Ik ja. vind deze kraam dan veel meer passen in de stijl van Anton Pieck op het Anton Pieckplein, maar dan in een veel knustere, kleinere uitvoering. Ja, ja, Dit ja, ja. is gewoon een groot, kaal plein met bomen, met er daar rechtsnaast een, een vijver waar water uitspuit en links een laplace. Ja. En dan staat daar in één keer een gebakkraam. Ik, ik blijf het een misplaatst object vinden. Ja, 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 ja. ja. En er is toch wel genoeg vragen naar, lijkt mij. Dus waarom dan niet in wat zelf voor? Maar goed, maar goed, maar goed. Maar hij werd vroeger hij ook vaak geplaatst, hè? want hij stond vroeger ook op andere plekken in het park. Ja. Toch, hij heeft een tijdje uh, voor buiten het park gestaan. Ja, voor klopt, de ingang. Ja. Ja. Hij heeft in de winter ook gestaan op het Antalpiekplein en bij het IJspaleis langs de Dubbele Laan. Mm -hmm. ja. ja, oh, hij staat pas sinds 2012 op deze plek. Ik dacht dat hij er al langer stond. Mm -hmm. Grappig zeg. Mm. 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 Maar aardig, ja. Ik zou hem misschien wel weer naar buiten verplaatsen. Parkeerterrein. Dat, ik heb dat altijd een beetje gek gevonden als je de Efteling uitloopt. Van laatste hap. Ja, je kan niks meer krijgen. Zodra je echt de poort uit bent, ben je echt weg. Zeg maar. Daag. Je kan ja. nog plassen, dat mag nog. Ja. Maar je kan echt niks meer krijgen. Ik weet niet of de oliebol, nou ook is wat ik dan wil, maar. Ja, er staan ja. nog cola-automaten natuurlijk. Maar. Ja. ja, ja, ja. Ja, is dat niet? Ik vind dat, ik vind dat nog wel. Een, in, in het Huis van de Vijf Zintuigen een mooi, uh, mooi hoorkapje. Die kast is Ja, maar alsjeblieft niet zo'n kermiskraam, zeg. Nee, maar een balletje met, uh, met koffie en, en ja, broodjes. Ja. Broukjes. Ik moet zeggen, ik vind zo'n zo kraam. Ik vind een Efteling. Ik vind het niet passen bij de stijlvolle grandeur die de Efteling wil uitstralen. Zeker richting steeds meer en meer en meer gasten. Nee. En dan vind ik het raar dat ze nog steeds investeren in zo'n ja, op, op zich, op zichzelf wel een mooi ding, maar in, op zo'n ontvangsplein een beetje op zich. Ja. Een beetje kermisachtig. Ja, ja het is ik wel. Weet je ook niet? Ja, het is wel. Hallo, hallo. uw penningen aan de kassa. Ja, kassa, kassa. En er zitten tegenover ook nog eens een keer een La Place, Maar ik vind deze stijl nogmaals, uh, het nieuwe ontwerp, is past uh, perfect in de Efteling. Het is, is beter dan wat het was. Ja, zeker. Ja. Over kermis gesproken, ze dus hebben het over een reuzerad. Ja, nog iets over een reuzenrad. Er komt een reuzenrat in Rotterdam. Ja. Er komt een uh, reuzenrat in het uh, attractiepark Rotterdam. Ja, hoe staat het daarmee eigenlijk? Want dat is al een paar jaar geleden. werd het aangekondigd en dat, dat zou helemaal. Ja. gaan worden, maar dat is nog steeds niet echt open? Nee, het is nog steeds niet open. Uh, en wanneer het echt open, <laughs> open gaat? Uh, volgens mij is het de bedoeling dat een aantal attracties open kunnen nog voor het Songfestival. Nou, het Songfestival is in het weekend, uit mijn hoofd, van uh, voor mijn 16 mei de finale in Ahoy Rotterdam. Uh -huh. Voor die tijd moet het allemaal gebeurd zijn. Oké. Okay. Uh, het reusvat in attractiebouw Rotterdam op Zuid komt eraan. Schrijft het AD afgelopen week. Een logistieke klus van de buitencategorie. Omdat volgend weekend eerst met tien trailers het materieel... voor twee gigantische bouwkranen wordt aangevoerd. Ja. Over anderhalve week, dat is dus komende week... Uh, volgt nog meer transport mm -hmm. Met onderdelen van het 45 meter hoge grote wiel. Ja. We hopen dat die voor het Songfestival zijn rondjes draait. Zegt Henny van der Most. Daar is hij. Ja. Dat is de, de 69-jarige... Nederlandse pretpark-entrepreneur. die toch al wel redelijk wat uh, sporen heeft verdiend. in, uh, ja. in, in, in de pretparkwereld. en uh, sowieso in de ondernemerswereld. er is eigenlijk geen enkel bedrijfstak waar hij niet in zit. Ja. Weet je waar hij is geboren trouwens? Heden uh, van de Most. Ja, weet je waar hij is geboren? Nee. In Slagaren. Het dorp Slagaren. Ja, grappig. Ja. Uh, maar hij zegt ja, als het Reuzelrad eenmaal draait. dan wil uh, van de Most doorpakken. met onder andere een draaimolen, een achtbaan. en een Monte Carlo-achtig theater. Kosten van het hele project bedragen rond de 30 miljoen euro. Aha. Eerder zei hij dat attractiepark Rotterdam de kroon op zijn werk moet worden. Nou, dat hoeft dan op zich niet heel veel te zijn. Want nee, ja. dat is niet helemaal waar. Maar hij heeft, kijk, Van der Mos heeft heel veel gedaan en is heel succesvol als ondernemer. Ja, uh, ja vakantieparken, uh, maar het is allemaal niet. Woendeland, Kalkar heeft die uh, uitgebaat uh, funpark Meppen zie ik hier staan. De Noordzee spielstad. Wangerland en uh, ook attractiepark Rotterdam. Ja. Het, is, het is gaaf en het is het is uh, mooi. Okay. Preston Palace is van hem of van hem geweest geloof ik. Uh, ja. In die categorie dat, dat soort parken daar zit hij heel erg in. Ja, uh, ja. Um, Speelstad Oranje destijds nog. Ja. Hij had ook een beddenfabriek in Vroomshoop. Oh. Oké. Okay. Heeft hij nog? Uh -huh. um, Wonderland Kalkar heeft hij verkocht. Ja. En um, hij wilde daarmee met de verkoop een opknapbeurt van het inmiddels gesloten overdekte attractiepark Speelstad Oranje in Drenthe betalen. Aha, hij heeft ook nog een, een, een bedrijvencomplex met een ijzerhandel, een horecahandel en een bouwhandel. Ja, ja en hij Laat wilde het. ook nog een zwem- en sauna-paradijs gaan, uh, gaan bouwen. Maar goed, een reuzenrad met het hoogste punt 60 meter. Dus het wiel is 45, maar hij staat natuurlijk op poten. Hoogste punt is 60 meter. Ken jij uh, Harry Heesters, het typetje uit Radio Bergijk? Ja, ja. Dat is het, uh, het slissende typetje. Ik heb altijd reden dat ze Henny van der Most een beetje als voorbeeld hebben gebruikt voor dat typetje. Gewoon een man die overal zaken in heeft. Ja. Heeft hij <laughs> de alcoholknaller en de ja. vleugelpiano-gigant en ook uh, de echtscheiding-gigant? Altijd iets aan het snappelen. Ja, altijd ja. overal ergens bedrijven in of zo. Maar goed, uh, niks daar respect voor Henny van der Most, want hij doet het toch maar. Ja, ja. zo is het ook. Ik ben Most. er nooit bij, bij een van zijn bedrijven geweest. Ja, wel ooit lang geleden in Speelstad Oranje. Oh ja? Maar dat bestaat nog niet meer. Maar dat vond ik best wel gaaf. eigenlijk. Ja, ik geloof heel erg in, in, in attractiepark Rotterdam. Maar in die zin dat ik geloof dat in die regio daar ruimte voor is. Uh -huh. Rotterdam is echt een mensgrote stad aan het worden. groot ja. als Kool. Uh, en het dichtstbijzijnde pretpark is Drievliet, denk ik. Je hebt nog Plaswijkpark, maar dat is niet echt een ja, pretpark. Plaswijkpark, Park, daar ben ik als kind eens een keer geweest. Als in echt groep drie. En ik, ik vind dat nog een onvriendelijk park. Ik ben er één keer geweest en dat is. Honderd jaar geleden, maar je moest overal voorbij betalen. Ik vond het toen al slecht onderhouden als vijfjarige. Ik was er echt geen fan van. Ja, ah, ja, dat ja, even ja, terzijde. zeiden. Ja, ja. ja. Heb je wel uh, in uh, in uh, Park een verkeerstuin? Ik weet dat ik dat als kind ja, heel wat tof kostte vond. dat dan extra? We ik moest veel, overal voorbij betalen. Ik kon je ik vond het echt op zo'n zo blauwe mammoetskelter en ik vond de ik, naam heel stom. Heb ik echt mijn ouders? van een van een romp afgezeurd. Ja. Dat ik thuis ook een mammoetskelter wilde. Ach, hey, die geen. heb ik ook gekregen uiteindelijk een mammoetskelter. zo'n mm -hmm. blauwe, weet je, wel, met zo'n rode kaapstoeltje. Uh -huh, ja. Fantastisch. Ik maar weet goed. In speelstad oranje nog had je van die uh, van die graafmachines had je staan. Oh, zo dat leuk! Fantastisch ook. Hè? Zo leuk. Het moet echt gegraven kunnen worden. Ja, ja. Oh, dat is zo leuk. Net als ja. radiografische bootjes. Ja. Die zijn zo. Maak dat gewoon gratis, want iedereen vindt dat leuk. Ja, nou, dus dan moet je het niet gratis maken. Jawel, want ik... Nee, ik kan het Alleen, liste. nee, maar, dat, ja, mee eens. Maar mijn ouders waren niet het type die dan zeiden, nou, dan gooien we daar 2 euro in. Ja, precies. Snap je? Ja, uh, uh, uh. Het waren altijd andere kinderen die dat mochten. Maar goed, ja. Oh. Een, een hele enkele keer. Een hele, ja. hele, hele, hele enkele keer. Ja. Maar goed, hè, we hebben we het nou niet over. We hadden het nee. over Attractiepak attractiepark Rotterdam en ik geloof daar wel in. Ik geloof echt wel dat op die plek in Rotterdam, het, het is nu nog een beetje industrieel niet heel mooi, maar het ik denk het dat Het waren oude verbrandingsovers, geloof ik, hè? Uh, uit mijn hoofd, nee, kolencentrale toch? Oh, in ieder geval iets met afval. Ja, ja. Uh, verbranding in ieder geval. Ja, iets met Industrieel. Lelijk. Ja. Ik heb ook geen zin om het op te zoeken. Maar ik geloof ja. wel dat er een stadspark, dat dat, dat, dat werkt. Ja. Tivoli in, in, in Kopenhagen werkt die ook. Ja. Ik weet niet of Henny van der Most nou de man is met de stijl en de, en de, en het en de, de glas om dat op poten te zetten. Ja. Ik vind een reuzenrad ook... Ik ben niet zo'n fan van reuzenraden in grote steden. Want dat heeft iedereen tegenwoordig. Ja. De Orlando Eye, de London Eye. Ik ben in zo'n ding geweest. Uh, nee, ik ben er niet in geweest. Maar ik heb onder zo'n ding gestaan in, uh, in Las Vegas. Um, je hebt het overal tegenwoordig. Iedere ja. grote stad heeft een reuzenrad. Ja. Dat hoeft voor mij nou weer niet zo. In Rotterdam ja. staat er overigens ook al één. Uh, bij de Markthal. Mm -hmm. Of die is tijdelijk misschien. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Of is al weg? weet ik niet. Ik kom dan uit. Maar uh, daar heeft in ieder geval een, een, een reuzenrad gestaan. Uh, Scheveningen heeft een reuzenrad. Ik weet niet, dat boeit me niet zo. En bovendien heeft Rotterdam al de Space Tower, bovenop de Euromast. En ik, ik wou zeggen, Rotterdam heeft natuurlijk al de Euromast. Ja. Dus je kunt kijken naar een ander bouwwerk dat hoger is. Maar toch, vet. Henny van der Most, we gunnen jou dit en het wordt komende week dus opgebouwd. Ja, als de je luistert, dat is een fan. Ja, dat UFO-restaurant staat er al. Dat is het restaurant dat omhoog en beneden gaat. Uh -huh. um, dat, dat is ook operationeel, begrijp ik. En ik ben er nog niet geweest, misschien een keer gaan kijken. Huh. En uh, de bedoeling is dus voor het Songfestival, dat is op Rotterdam Zuid, dat is echt op steenworp afstand mm -hmm. van dit uh, het attractiepark Rotterdam. Dan moet in ieder geval het reuzenrad draaien. En dan komt er nog een draaimolen en een achtbaan. Ik ben benieuwd wat voor achtbaan. Past dit eigenlijk in Team Talk? Is het thema? Nou, ja. hij heeft over een Monte Carlo-achtig theater. Dat is ja, dat is waar, ja, dat is wel waar. Monte Carlo, goed thema. Monte Carlo is dat zo'n gokstad of wat is dat? Een beetje. Monte Carlo is een deel van Monaco, uh -huh. daar zitten casino's. Daar wordt overigens ook een deel van de Formule 1 gereden. Aha. Het straatcircuit van Monaco is voor een deel daar. Um, en uh, volgens mij is het op 1 januari of op 2e kerstdag is altijd het internationaal circus van Monte Carlo. Ah, oh ja. Dat. <tomst2> ja, de de dat. ja. Hoe precies? <tomst2> ah, ja, ja, ja <tomst2> dan heb je het goed. Staan. Ja, Monaco. Ja, ja. Uh, Hotel de Paris. Van slimste mens dit. Wat weet u van Monte Carlo? Ik weet dat er een programma was dat werd gepresenteerd door Carlo Bossard. Dat heet ook Monte Carlo? Ja. ja. Maar goed, hij wil zo'n soort theater, dus waarschijnlijk een circustheater, uh -huh. uh, Daar ook nog bouwen. Nou, als je 30 miljoen te besteden hebt, kan je wel een theatertje bouwen. Kijk naar Avelijn. Wat kostte dat? 30 miljoen. De kostte dat 30 miljoen? Ja. Een hele complex, inclusief de show en de kantoren, kostte 30 miljoen. Oh, daar hadden ze dus zulke leuke attracties van gebouwd kunnen worden. Ja. 30 miljoen. 30 miljoen. Ik dacht dat het veel minder was. Nee. Oh. nee. 30 miljoen, ja. Man, man, man. Dat is echt een. Uh... Nou, dat is leuk dat je dit zegt. Oh. Voordat we naar de vragen gaan, want ja. we hebben nog wat vragen van uh, mm -hmm. luisteraars binnen waar we over kunnen praten. Uh, even één dingetje. Ik was afgelopen zaterdag uh, in een theater Pant P in uh, Eindhoven. Daar was namelijk uh, een, een, de theatertour van Man, 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 de podcast. Aha! En uh, nou, ik, ik weet dat heel veel, want het lijkt ook uit de cijfertjes, uh, als je op Spotify kijkt. ...kunnen wij achter de schermen zien bij onze statistieken. Waar je woont. Waar je woont, wie je bent, ja. hoeveel geld je hebt en weet ik ja. veel. Maar nee, dat is niet waar. <laughs> maar we zien wel uh, welke podcasts andere mensen, onze luisteraars, ook luisteren. Ja. En er staat, uh, los van alle andere podcasts, ...is ja. er één podcast die niet gerelateerd is, die erbij staat... ...is Man Man Man, de podcast. Ja. Nou, dat dit ding is zo populair. Ik denk dat iedere podcast in Nederland dat als resultaat krijgt. Maar ik ben dus even gaan kijken daar. Mm -hmm. ik vond het echt heel leuk. Ja, en, is met onder andere Domin Verschuren. die ook een groot preppark-fan is. en mede Teamtalk talk Dat schijnt zo te zijn, ja. ja. Maar wat ik dus leuk vond, is dat. Uh, dit, dus zo'n podcast in het theater. We hebben mm -hmm. natuurlijk uh, Teamtalk 100 gedaan voor ja. een zaal. Zoiets kriebelt dan, ken je dat? Ja. Dus ik heb zin om heel snel die, uh, die pubquiz weer uit, uh, uit, uh, uit mm -hmm. de motteballen te trekken. Mm -hmm. Ja. Ja, over andere podcast gesproken. Ik was de gast bij After Park Lounge. Ja, daar moeten we nog even over hebben. Ja. Oh ja. Heb je hem geluisterd? Nee. Oh. Ja, ja, normaal luister ik altijd wel After Park Lounge, maar ik heb deze nog niet gehoord, want je hoort mij al genoeg. Nou, dit had je niet met mij overlegd. Nee, ik dacht het is een side project. Ik uh, was uitgenodigd. Uh, ja, ik was aangedragen. Dat zeg je toch even, hey Thomas, jongen met wie ik iedere week een podcast maak. Ja. Uh, ik was aangedragen door Paul van Kleine Boodschap oh, om ja. een, uh, een keertje plaats te nemen op de stoel waarin je stellingen kunt deponeren. Ja. Dus dilemma's van, goh, zou je liever dit of dus liever dat? En dat kan gaan van, liever Colorado Adventure in Fantasieland of liever Big Thunder Mountain in Disneyland Parijs. Big Thunder Mountain Disneyland Parijs. Tot echt diep filosofische kwesties als... zou je al je pretparkherinneringen willen vergeten... omdat je dan alles opnieuw zou kunnen beleven? Nou, dat soort antwoorden hoor je terug in de nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Nou, bij deze de plug, Afterpark Lounge, ja. op, zoek het op. De podcast van Jaffet en Marvin over Europa Europapark. Dus eigenlijk iedereen die ook wat meer wil weten over Europa Europapark, ook zeker aan te raden om daar eens naar te luisteren. de zoveel tijd hebben ze een nieuwsaflevering en dan weer een, een algemene aflevering. Dus het is een ja, leuke, leuke podcast. Tot slot, aan het einde Pak we altijd even de berichten erbij van uh, de mensen die... Achtbaan fan zijn geworden van Teamtalk Talk of hoger. Ja. Op petje.af Of hypercoaster slash... fan. Ja, precies. Op petje.af slash Sylvain, die stuurt al een x aantal maanden lid van de Teamtalk Talk appgroep. vanwege mijn donatie met het vorige systeem. Nu dan ook gegaan voor het petje af. Dank Ga u, dank zo u Zo door, Sylvain, dank je wel. Robert, die zegt tegen ons superleuke podcast. Ik luister trouw iedere week met veel plezier. Eén stelling: je mag nog één keer Disney parken over zee bezoeken. Kies je voor nog één keer all-inclusive Walt Disney World? Of ga je voor een rondtrip langs alle Aziatische parken? Uh, dit is lastig. Um, ik denk dat jij zou kiezen voor Azië. Nee, je bent nog nooit in een Aziatisch park geweest en toch kies je voor Walt Disney World. Als ik nog maar één keer in mijn leven een Disney Park mag bezoeken, mm -hmm. dan, ga, dan, wil ik, dan wil ik nog één keer naar Walt Disney World. ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ik denk het dan Kost misschien ook wel. minder voor mij. Ja, maar je krijgt het all-inclusive, hè? Dus ja, je mag, maar heerlijk. Je mag, als ik doen. nog één keer... Nog één, ik zou, ik zou, ik zou echt nog drie weken te leven hebben of zo. Ja. Nog één keer gewoon twee weken lang daar in Orlando zitten, een beetje eten, een beetje attractietjes doen. Heerlijk. Dat, dat... In, ik weet nu, als ik naar die Aziatische parken ga, houden, hoe tof ja. ik dat ook vind, dan ga ik rennen, vliegen, dan moet ik alles ja. zien. Ja, 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 ja. Dus nee, doe mij dan maar... Uh... Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik een goede redenatie. Je bent inderdaad hè, over dilemma's gesproken. Daar in Walt Disney World kun je echt tot rust komen met grote waterparken, met uitgaanscentra, hè, de boardwalk, fantastisch, Disney Springs, geweldig. Zeker. Al die hotels, eh, meer dan twintig. Ja, ik denk dat ik ook zou kiezen voor Walt Disney World, maar met pijn in het hart, want inderdaad, de aziatische parken zijn ook fantastisch, maar de, de, wat er omheen is, dus wat het echt een resort maakt, dus. Wat ik zeg, hè, die, die extra's die je in, in Orlando wel treft. Plus het weer is in Orlando natuurlijk altijd geweldig. Maakt dat ik inderdaad ook wel zo kies voor Orlando. Maar wel met een echt, een, een, als een goede, goede, goede tweede, uh, de Aziatische parken. Björn de Wit heeft een bericht gestuurd die zegt: Hallo Thomas en Maurice. dank voor elke week plezier. Die ik beleef dankzij jullie. Ga zo door. Wat zouden Disneyland Parijs en de Efteling van elkaar kunnen leren? Oh. Ja. Dan ja, kom ik weer met mijn stokpaadjes. Uh, Disneyland... Houd kort, houd kort, houd kort. Paris zou wel wat kunnen leren van de uh, hoeveelheid nieuwe attracties die de Efteling toevoegt. Namelijk de Efteling elke twee, drie jaar iets compleet verbouwen, renoveren of gewoon helemaal iets nieuws bouwen. Disneyland Paris helemaal nooit. Nou, ik, weet, ik weet bijna zeker dat er sinds 2002 meer attracties in Disneyland Paris bijgekomen zijn dan in de Efteling. oh ja? Dat denk ik wel, ja. Sinds 2002. Ja, dan even bij de rest. Attracties attractie is okay. Ja, even kijken hoor. Dus als we het hebben over. Over de Efteling. Wat is er bijgekomen sinds die tijd? Ja, dit vind ik een leuke weddenschap. Uh, Vliegde Holland is er bijgekomen? Ja, nee, we gaan het even goed zeggen. Panadroom is dit jaar geopend. En theater Efteling is dat jaar geopend. In 2002. Oh, ja? zo, hij krijgt een boos kijk ineens. Ja, nou, dat he? is in 2002. Oké. Okay. Nou, weet je, laten we de tijdlijn er even bij pakken. Want dit is een weddenschap die ik graag met jou zou aangaan. Want ik denk dat er in de Efteling, in het Resort van de Efteling, meer is gebeurd qua toevoegingen dan in het hele ik alleen resort van Het is een attracties. Oké, okay, dan gaan we het dus snel doen. Ik heb hier de tijdlijn voor me van Eftepedia. Oké, okay, dus we doen dan... Theater zou ik dan niet noemen. Uh, het nieuwe Efteling Theater in 2002. Maar sprookjes wel, vind ik. Vind je dat ook? Ja, nou vooruit dan. Oké, okay, ja. ja. 2002, Pannadroom. 2004, meisje met de Zwavelstokjes. 2006, De Vliegende Hollander. 2007, De Nieuwe Speeltuin Kindervrucht. Of dat niet? Ja, dat telt niet mee. Dat telt niet mee. Oké. Okay. 2009, Opende Bosrijk. Vind je dat een... Uh... En het is een compleet nieuw resort. Maar goed, als ze dat niet gaan doen, dan gaan we zo meteen ook niet Village Natuur meenemen. Poester opent in 2009. Dan hebben we tot nu toe Poester is dan het vierde nieuwe wat opent sinds 2002. 2010 opent Joors en de Draak en het sprookjesboom. Dus een nieuw sprookje en een nieuwe attractie. En Joors en Draak zijn twee acht banen, maar goed, die laat ik eventjes op, uh, op zes staan. 2011, Ravelijn, dat vind ik wel echt een attractie 2012, Aquanura, dat vind ik echt wel een attractie en Nieuwe kleren van de keizer. 2015 opent Baron 1898. Dat is de tiende nieuwe attractie. 2016 Pinocchio, nieuw sprookje. 2017 Symbolica. 2018 Kniesoor, maar dat, dat nee, is te nee, klein. Nee, nee dat telt niet. Ja, dus we zitten op 12. 2019 De Zes Zwanen. En Fabula komt. Maar goed... Mm -hmm. Fabula, wel? Ja, doe maar. Oké. Okay. Oké, okay, dus ik je op. En 2020, Max en Moritz. Ja, die, oké, okay, 20 moet even weg, want die is nog niet open. Oké, okay. okay, dus dan hebben we het dus over. 14 nieuwe attracties, oh, ja. slash sprookjes sinds, sinds de, de opening. In 2002. Ja, in één park. Here we go: Rock'n'Roller Coaster. Uh, uh, Tower of Terror. Ja. De, dit, dit ga ik makkelijk winnen, hè, dat begrijp je. Want ik ga nu gewoon alle attracties ja, op. Ja, van het Disney Studios Park. Ja. Dan ga je toch al makkelijk over het all alleen, of niet? Nou ja, nou, dat weet ik niet. Nou, oké, okay, dan gaan we ratatoeën. Uh, Aangezien jij Raveleijn dan doe ik motor action noem ik eventjes. Uh, uh, flying Carpets over Agraba. De mm -hmm. uh, RC Racer in Toy Story Playland. Ja, en die andere twee Kermis attracties. Slinky Dog en uh, Parachute Drop. Ja. Mm -hmm. Dan zitten we inmiddels op acht. Ja. Uh, <laughs> ik vergeet natuurlijk dingen. Nou, nou uh, uh, de animation-dingetje. Uh, ja, is dicht, maar oké. Okay. Ja, Studio Tram Tour. Ja, dat is ook dicht, maar oké. Okay. bus Lightyear. Ja. Laserblast. Zit op 11. Dat is een vervanging, hè? Maar oké. Okay. Ja, Fabula is ook een vervanging. Ja, oké. Okay, is ja. um, Ehm Kijk, ik vergeet dingen. Ik vergeet het. Cinemaziek. Dat is uh, uh, Cine dus ondertussen dicht, maar ja, oké. Okay. Oké, okay, het wordt nu wel krap. Ik, uh... Ja! Animaziek <laughs> is ook een show. Ik ga je helpen, want ik vind dus ik, dan dat... Dan moet ik er nog maar één. Dan zit dat dan een ja, aantal. Ik, ik schrijf nu namelijk mee... Rockroller Coaster, Motors, Action, Tower of Terror, Ratatoeën, Agraba, Flying Carpet, AC Racers, Slinky Dog, Parachute Drop, Buslaatje, Cine Muziek, -muziek Art Disney Mansion, Studio Tram Tour, Armageddon. Moet je niet al genoemd? Nee. Nee, had je hem ah. niet genoemd. Nou, dan zit het er overheen toch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan moeten we nog één ding, één ding noemen. Dan gaan we er overheen. Nou, jij hebt alle sprookjes meegeteld in die kleine dingen. Ja, nou. sorry, maar jij hebt ook de flying carpets over Aquaman. Nou, dat is toch gewoon een meter. flat ride of niet? Ja, dit is toch gewoon een flat ride? Ja. Gaan ja, we hier over een discussie? Gaan we ook meetellen wat er nu met z'n dicht is? Nee. <laughs> ik wist dat je dit ging zeggen. <laughs> uh, nou, dat wil ik nog even, ook nog even meenemen. Villa's uh, Natuur. Villa's Magic geopend is ja. in de tussentijd. Ze hebben een film. En dan en zit, ja. Dat is fabulous dat ook. Fabulous, ja, dat ook. Ja, okay, en dan ja. zitten we op 15. <laughs> En dan heb ik gewonnen. Ja, je wat hebt heb ik... ik gewonnen? Je hebt helemaal niks gewonnen. Je hebt het nu namelijk over de toevoegingen van twee parken. Ja, waar oké. je allebei ja, ja. los dubbel zoveel voor betaalt. Als één dagje naar de Efteling. Waar in diezelfde periode meer is gebeurd dan die twee parken. Maar jouw antwoord op de vraag van uh, ja. Bjorn is dus het tempo van bouwen van de Efteling. Ja, dat inderdaad, ja. inderdaad. Dan zal ik andersom zeggen, de ruime openingstijden en de prachtige avondshow, dat kan de Efteling dan weer leren van Disneyland. Nou goed, ik vind de avondshow, uh, denk dat ik, nou, ik denk serieus dat ik Aquanora interessanter vind dan de huidige Illuminations. Hoi Thomas en Maries, dank voor de leuke podcast tot nu toe. Oh, ik was trouwens nog niet klaar hoor. Ik vind oh. dat Disneyland Parijs wel wat <laughs> mag leren van... Uh, de, ja. de, de, het nieuwe aanbod in eten en drinken van de Efteling. Ik vind dat uh, Disneylandprijs ook wel wat mag leren van het personeel van de Efteling. No. Ik vind dat Dislandprijs ook wel wat. Nee, dat vind ik wel. Ja, nee, van het onderhoud van de Efteling. Ik vind dat ook wel Ja, Nee, goed. Uh, nee, ik vind dat Dislandprijs wel heel goed mag kijken naar andere aanbieders van pretpark entertainment in deze omgeving. Kijk naar Europa Park, Kijk naar Fantasieland. Kijk zelfs naar Toverland. Kijk naar Walibi Holland. Kijk, ik vind dat dat uh, Disneylandprijs heel goed mag kijken naar de directe concurrentie in de omgeving. En door. Mark die stuurde nog. Hoi Thomas en Maurice. Dank voor de leuke podcast tot nu toe. En gefeliciteerd nog met de honderdste. Bij deze een steuntje in de rug voor de komende honderd. Dank u, dank u. En de volgende sluit aan op waar we het net over hadden. Erik van Roekel die stuurt. Is het jullie algemene petje? Punt af? Of is dit de crowdfunding om Maurice iets positiefs te laten zeggen over Disneyland Parijs? Anyway, I'm in. Nou wil, wil je een primeur? Nou? Er zijn plannen oh, nee. om binnen nu en een paar maanden naar Parijs af te zakken. Alweer naar de stad Parijs. Oh. En daarin dan ook wellicht nog een dagje Disneyland mee te nemen. Ja. De stad Parijs. Ja, dat is mooi hè. De, st de stad Parijs, dat is heel mooi. Nou, ik heb van Tim van Kleine Boodschap anders begrepen dat er nog steeds wel reuring is hoor daar. Oh ja, ja zeker. Demonstraties en... Uh... Ja. Onlangs nog de brandweermannen versus de politie. Dat was heel ja. bizar. Ja, twee overheidsarmen die met elkaar in gevecht gingen. Heel interessant ook, trouwens wel in, in Parijs. Wa wat is het toch? Hongkong is gezeik, Parijs is gezeik. In het... Orlando en in Californië gaat het goed. Ja, wacht maar. <laughs> maar even, um, uh, Parijs zelf is een hele mooie stad. Ik vind Montmartre vind ik prachtig. Sacré-Cœur vind ik heel mooi. Nou, een ik, ik Heel specifiek deel vind ik heel gaaf. Als je in de uh, Arc de Triomphe naar beneden kijkt, het trappenhuis vind ik heel gaaf. Het trappenhuis ziet er heel gaaf uit. <laughs> Dat ja, dat is heel specifiek. Heel, ja. specifiek maar dat vind ik ook ja. heel mooi. Charles de Gaulle Etoile, zo heet die meter had eronder. Dat heb ik altijd gehouden. Oh. Voor mij is dat of de grootste of de best lopende McDonald's van de wereld zit daar. Want mm. nou, dat was namelijk ooit die ene unit uh, op International Drive in Orlando. En die is ingehaald door die token. Uh, 24 uur. Op, uh, ja, en die is ingehaald door die, uh, die uh, McDonald's oh, ja? op de, op de Champs-Élysées. Oh, oh Champs-Élysées. Mm, 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 mm. Ja, dat liedje heb ik heel vaak in mijn hoofd tegenwoordig. Nou, ja, reclame. Ja, oh, Sani direct. Ja, ja, ja. Jordi, die stuurt ons. Goed bezig, mannen. Mooie podcast en zeker goede info over alle pretparken over de hele wereld. Zeker een donatie waard. Dank u. Jordi, dank je wel. Thomas Otten zegt, verder reizen in het vliegtuig. Ze zijn altijd zo voorbij met teamtalk op. Maar ik luister jullie ook graag in de auto of de trein. Bedankt voor de mooie, interessante en grappige podcasts, mannen. En ga zo door. Zo hoorde ik iemand die ik ken die de podcast luistert tijdens haar werk als postbode. En die heeft dan één oortje in en dan is ze ondertussen regelmatig aan het lachen om de podcast. En dan oh ja? spreken mensen haar rechterop aan van: gaat het allemaal? En dan, en dan moet ze het dan uitleggen dat ze naar een park podcast luistert. Dus dat toch wel, uh, is e toch wel mooi. Even een side -step, hoor. Thomas heeft het over uh, verre reizen in het vliegtuig. Ja. Um, heb jij dat filmpje gezien dat afgelopen week viral ging? Ja, de hele wereld heeft het erover gehad hoor. Maar over die vrouw die haar stoel naar achter had gedaan in het vliegtuig... en die ja, man daarachter die er boos werd. Die man die daar dan tegenaan zit te slaan. Ja, wat, wat is jouw... Uh, hoe zit jij daarin? Ja, even een, beetje, even een beetje context. Die man die zat helemaal achter in het vliegtuig. Dus zijn stoel kon niet naar achteren. Ja. voor hem zat een vrouw die haar stoel helemaal naar achteren klapte... Waardoor zij kon slapen. Heel... Maar... Je doet net alsof ze, alsof ze horizontaal lag. Het ja. was een beetje naar achteren. Dus. Oh. Maar goed, waardoor maar hij. Wel eigenlijk... Maximaal, maximaal. Dat waardoor hij eigenlijk. Ge... Ja, nee, dus. dus ja. Ja. Helemaal naar Waardoor achteren. die man ja. dus geen, uh, geen ruimte had om, uh, om te eten. Tijdens de lunch is inderdaad de stoel. Heeft de stoel wel even ingeklapt. Maar uh, de rest van de reis had hij dus geen, geen personal space. Hm. Dus heeft hij tijdens de reis gewoon een beetje zo heel irritant zo zitten kloppen op de stoel. Waardoor zij iedere keer naar voren ging. Uh, ja, met vliegreizen het is het altijd een beetje geven en nemen. En ik vind dat ze eigenlijk allebei fout zitten. Ja, natuurlijk is het vervelend als je voor jou iemand zit die zijn stoel helemaal in je neusholte duwt. Maar is het... Ja, nou, die man die kon nergens heen. Dus die had eigenlijk geen keus, die kon niks doen. Die vrouw die had wel makkelijk haar stoel wat meer naar voren kunnen schuiven. Maar als, als iemand achter mij zo zat te etteren, dan zou ik ook wel denken van nou, op een gegeven moment krijg ik corona, maar ik blijf gewoon liggen, het zal wel. Ja, ja, ja. Ik ja. heb één keer gehad, toen was ik een vliegtuig, en toen zat er voor mij iemand die zijn stoel ook bijna helemaal naar achteren deed. Ja. En dat was hem in het begin en toen liet hij zijn kussentje vallen. En ik dacht, hè, hulpvaardig als ik ben, ik pak het kussentje voor hem op. Dat, dat zet de toon voor een aangename en vriendelijke reis, met wederzijds respect. Nou. <laughs> Ik, ik, voel hem ik geef het kussentje ja, aan. Ja. En met dat ik het kussentje aangeef, klap die stoel naar achteren. Tok zo. Bijna zo, inderdaad, in mijn ribbenkast. En ik dacht, wat krijgen we nou? En die man die blijft de hele tijd zo liggen. En ik vond het vet irritant. Het was echt een super lange vliegreis. En Op een gegeven moment heb ik mijn stoel zelf ook een beetje naar achteren gezet zodat ik het schermpje voor mij kon zien. Want ik zat gelukkig niet nou, helemaal achter in dat vliegtuig. Uh, je hebt vliegtuigen bij het schermpje een scharniertje, heeft dat ja. je het schermpje in de juiste hoek weer kan duwen. Ja. maar die TUI Dreamliners die naar Orlando vliegen, ja, het was waarschijnlijk naar Orlando. Die hebben geen dan kan je het schermpje die kantelen. Dus als ja. iemand dan voor jou de stoel naar achteren doet, ja. dan zit je in een soort van schuine hoek, dan moet je zo'n zo 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 onderzee-pyroscoop meenemen. Ja, kom op, mee eens, dat vind ik ook irritant. Ja. Maar ja. We, ja, wat ik zeg, een vliegreizen, het is scheef en nemen. Ik weet niet met wie ik het echt eens ben. Ja, ja waarschijnlijk was er ook geen andere plek beschikbaar. Het is, het is vervelend. Ja. Wat zou jij dan doen? Ja, nou, ik, ja, ik weet niet. Ik zou niet zo als een gek gaan lopen schoppen en doen. Ik zou misschien niks gevraagd hebben. Goh, mevrouw, let voor op. Maar ja, maar dat, dat had hij daarachter. al meerdere keer gedaan, hè? Ja, dat, zij zegt dat Dus dat neem ik aan, ja. toch wel? Of nee, niet? Zij zegt dat hij nou, ja. boos wordt. Altijd lastig. Als je zo'n filmpje ziet, is het altijd vanaf één kant. Je weet nooit allebei de kanten van het verhaal. Ik, tis, ja. Dus is vervelend. Ja. We hebben nog een uh, mail gekregen over Hurricanes. Dat is die nachtclub uh, in uh, Disney Village. Oh ja, 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 ja. Of het oude Disney Festival, hè, dat geloof ik toch? In... Ja, vroeger ja. was het Disney Festival en ja. dat heet nu inderdaad Disney Village. Dat is er een mail van iemand die daar nog is geweest. Daar hebben we het een paar weken terug over gehad in, ja. uh, in de podcast. Ja, ja, ja. Um, deze persoon heeft alleen geen naam opgegeven, maar hij vertelde ons wel het volgende. Hurricanes, ik ben er geweest. Super trieste plek. Helemaal leeg. Gigantische dansvloer. Denk dat we met 30 man binnen waren. En dat was dan nog veel. Biertje kostte er een euro of zes, niet te doen. Muziek heel ordinair, zoals het hoort in een nachtclub. Uurtje binnen geweest, toen weggegaan. Groetjes uit 2006. <laughs> nou, niet... Zes euro voor een biertje, dat is toch wel heftig. Nou, misschien 2006 in ieder geval heftig. Misschien tegenwoordig niet zoveel, meer, maar. Hè? Ja, in 2006 denk ik dat je dacht, zes euro! Zes euro, op je muil! Over uh, Disneyland Parijs gesproken. Ik wil even de volgende mail, nog gaat de mailbox uh, pakken, Maries. Mm -hmm. Uh, Zo'n muntje van Dennis, die zegt... Beste heren, wederom bedankt voor het maken van een van mijn favoriete podcasts. Afgelopen week was ik voor Valentijnsdag oe, oh. in Disneyland Paris. Oh. En deze ervaring wil ik toch kort met jullie delen. Als jaarkaarthouder ben ik het niet altijd eens met jullie term Middelvinger Resort. Oh. Maar begreep dit weekend voor het eerst wat jullie hiermee bedoelen. Oh. Bij de Tower of Terror werd er door de castmember gezucht... Want ja, we spraken geen Frans en dus moest deze castmembers een uitleg in het Engels doen. En bij de California Grill, waar we ons Valentijnsdiner hadden, uh -huh. werd er naar ons op een arrogante manier geschreeuwd dat wij al aan de beste tafel van het restaurant zaten. Omdat we vroegen of een andere tafel konden krijgen met misschien een iets beter uitzicht. Naast deze ervaring is het natuurlijk wel geweldig om in Disneyland Parijs te zijn, zeker op Valentijnsdag. Ja, natuurlijk, love is in the air. Van mijn vriendin heb ik voor deze gelegenheid een tripje naar Kopenhagen gekregen. En hier komt mijn vraag vandaan: Zijn jullie wel eens in Tivoli Gardens geweest? En wat weten jullie hierover? Behalve dat het een erg oud park is, hebben jullie tips? Ik hoor graag van jullie alvast bedankt, Dennis. Nou, Tivoli Gardens ben ik ooit geweest. Oké, okay, gelukkig, want ik namelijk helemaal nooit. Dus uh, jij kunt er van alles over vertellen. Ja, mooie uh, fun fact over Tivoli Gardens is natuurlijk dat uh, Walt Disney daar wel degelijk is geweest, ja. en daar inspiratie heeft opgedaan voor Disneyland. Mm het -hmm. is toch een gaaf feitje. Ja. Um, ze hadden een hele dikke BNM, Demonen. Uh, is een hele gave, oh, yeah. uh, gave uh, BNM. En um, je hebt daar een achtbaan, uh, een houten achtbaan die heet De Roetjebanen. En ik weet niet of het nog zo is. Oh, um, ik weet al wat je gaat zeggen. Maar het is een houten achtbaan die met de hand geremd wordt. Ja, dus daar staat een man midden op de trein. In de trein. Ja. Die rijdt ieder rondje mee. Ja, nee. Een remman. En die heeft inderdaad een, een hendel. En als hij daar aan trekt, dan remt de trein. Hm. Um, ik vond dat heel leuk. ik ben naartoe geweest met mijn uh, toenmalige schoonfamilie. en wij vonden dat allemaal een leuk, leuk park. Sowieso, uh, het ligt er heel mooi bij. het is prachtig, midden in de stad. Ja. ik zie ook nog uh, dat ze dit jaar nog twee achtbaan hebben geopend. oh kinderachtbaantje. een Cedar uh, Force, nou dat, uh, dat kan je overslaan. <laughs> en nog een Mac Powered Coaster. als je nou in Denemarken bent, hè, zou je dan eerder daar naartoe gaan of naar Legoland? Oei. oh dit is wel een leuke, leuke Powered baan dit hoor. best hoog. Hm. Oh, dat is een beetje Max en Moritz, maar dan wel met uh, hoogte. <laughs> Grappig. Wel lelijk aangekleed. Um, zou ik dan inderdaad naartoe gaan? Ja. Ik vond uh, sowieso Kopenhagen een er erg leuke stad. Klinkt gaaf. Ja. De, die, die, uh, wat hij zegt over Disneyland Parijs trouwens, met die... Uh, toch weer het personeel. Hè. Dat is denk ik het allergrootste probleem in Disneyland Prijs. Een deel van het personeel dat er gewoon geen zin in heeft. <laughs> en dat dan ook duidelijk laat merken. Dat is toch altijd jammer. Ja, dat is jammer, hè? Ja. ja. Maar goed, dat is ook iets wat je kunt uh, trainen en wat anders kan. Maar goed, dat kan al 30 jaar niet. Dus ja. En ja, dit hier heeft het al zo vaak over gehad, Maries. Ja. Gaan we dan naar een pretpark binnenkort? Het is volgende week vakantie. Ik heb een paar dagen vrij na de carnaval uh, ja. om bij te komen. Een zaterdag aanstaande, dan is het pre-season van Toverland. Misschien ik daar even naartoe ga. Oh ja, even uh, rondje, Phoenix. rondje ja, Phoenix. Ik ben dan druk met carnavalsdingen. Ja, ja, ja. Maar de week daarna kan wel. Mm. Ja, ik denk dat ik even een Efteling wil volgende week. Dan okay. komt ze in. Ja. Ja. Dat is lang geleden, op jou, of niet? Dat is wel even geleden. Het hele jaar nog ja. niet geweest. Hey! Nee. Nee. Echt? themetalk.nl. Slash reageren als je iets wil mailen. Petje.af. Slash themetalk als je wilt bijdragen. En als je bonuscontent wil horen. Ja. En in onze WhatsApp groep wil komen. Petje.af. Binnenkort gaan wij weer wat nieuws opnemen. Volgende week dan uh, zitten we dus met Carnaval. Dan is er wel een aflevering, die is wat korter. Vorig jaar had jij toen geen stem. <tie> Ik weet niet of we zaten mee, allebei hoor. een beetje te kuchen. Nee, ik, ik had toen echt geen stem. Ja, nee, dat ik, was wel. Toen nog, ik had toen mij ik ik gewoon nog gedronken ook. Oei, oei. En toen zat ik hier dat ding op te nemen. Dat was ja. niet best. Maar we gaan toch? dus volgende week even kijken hoe en wanneer we een teamtoken online gaan zetten. <laughs> er komt een aflevering. Ah, er komt vast wel iets aan. Ja, Pinkie Plummers. Ja, misschien ja, moet we het een keer via Skype doen. Dat kan ook. Ja, misschien wel. Dan krijgen we zo'n Lentesta en Jim Hill aflevering. Ja, 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 ja. ja. Uh, nou, wordt lachen. Uh, iedereen een hele fijne carnaval. Zou ik zeggen. En ook nog iedereen die naar Toverland gaat, iedereen die naar de Efteling gaat, veel plezier. Iedereen die naar Disneyland Prijs gaat, sterkte. En tot de volgende keer. En Maries, tot volgende week. Tot volgende week.